Tijd voor een nieuwe piepshow met vijf onderwerpen. Um, we gaan het straks even over de E3 hebben, uh, want dat lijkt nu tenminste mijn gevoel echt helemaal afgelopen. Maar we beginnen uh, met de aankondiging vorige week, waar we eigenlijk met z'n allen wel op zaten te wachten, of tenminste we, we wisten dat het zou komen. Namelijk de ja de de de, de rebuild, de reboot van PlayStation Plus. Ja, spannend. Um, ja, er gingen allemaal geruchten dat er ook allemaal games omheen zouden zitten en weet ik, allemaal vette aankondigingen. Nou, het was eigenlijk alleen maar Playstation Plus, een aankondiging. Hier zie je nog een, een oud, uh, oud uh, uh, promootje van uh, ja, de Playstation Plus zoals het was, want ik heb hier nog niet eens echt een promootje van kunnen vinden. Eigenlijk uh, hebben ze eigenlijk alleen maar bekendgemaakt van. Uh, jongens, uh, we gaan uh, PlayStation Plus en PlayStation Nou laten we verdwijnen. Wanneer precies? Ook nog niet duidelijk. Volgens mij juni, juli. Mm -hmm. En daar komen voor in de plaats drie tires. Um, tiers. Tears. Tears. Moet je verbeteren. Ja, want ik krijg je ja. echt mail over. Dat okay. Mensen beginnen postduiven te sturen over je tires. Met tires, inderdaad. Met tiers. Nee, in, ja. dat, dat, dat is een verspreking. Um, ik wil even dan vragen of we die tiers kunnen gaan bekijken, want daar gaat het nu allemaal even om die drie vormen die ja. je kunt krijgen straks bij PlayStation Plus. Je hebt tier 1. Dat is eigenlijk een beetje PlayStation Plus zoals die nu is. Ja. Want ja, je kan er bij je kan ermee online gamen. Uh, ja, je krijgt maandelijks krijg je volgens mij twee games uh, die je dan kunt spelen. Uh, je kan sharen, uh, discounts, uh, whatever, whatever. Alles wat ooit gratis was, dat moet je nu voor betalen. Nou, nee, hier moest je altijd wel voor betalen. En dit kost volgens mij, uh, ik dacht even uit mijn hoofd, negen. Uh, dat ga ik zo even opzoeken. Tier 2 is dan, uh, dan krijg je het, eigenlijk, ik ga het even heel simpel houden. Dan krijg je er 400 games bij. Yep. Dus een uh, large catalog of PlayStation 4 en eventually PlayStation 5 games. En dan Tier 3. Dat is. De summum van alles. Um, daar krijg je uh, dan eigenlijk nog eens keer 250 games erbovenop. Dan kun je ook kiezen uit Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 en PSP games. Waarbij Playstation 3 niet downloadable is, maar alleen gestreamd kan worden. Want Sony is ooit zo slim geweest om de architectuur van de Playstation 3 compleet anders te maken. dan al die andere consoles. Daar hebben ze nu een probleem mee. Ja. En je kunt demo's spelen van games. Oftewel, je betaalt om demo's te spelen. Ja. Um, Kost dat? Ja, nou dat ga ik nu even opzoeken. Um, mm. Als jij alvast uh, even. Nou ja, goed, had jij er gedachten over? over uh... Ja, want um, ik had namelijk laatst mijn PlayStation 4 een keertje uit de kast gehaald voor mm. een of andere game. En um, toen kwam ik erachter dat ik helemaal niks meer kon spelen omdat mijn PlayStation Plus-account verlopen was. Klopt. Toen moest ik dus een, uh, uh, dat opnieuw afsluiten. En toen had ik zoiets van nou, fuck it daar heb ik helemaal geen zin in. Want ik heb al uh, uh, Xbox Game Pass. Waarom zou ik nog een keer gaan betalen voor een andere console om ook online te gaan? En ik realiseerde me dat het um, in die zin dat ze ook een drempel opwerpen om tussen die verschillende platformen te switchen. Dus waar vroeger de drempel was van ja, je moet ook nog een keertje de hardware kopen. Uh, daar is nu van, je moet de hardware kopen, plus een online abonnement afsluiten. Anders kun je helemaal niks meer spelen. En dat, um, ik weet niet, ik realiseerde me gewoon dat ik verder en verder en verder van Playstation aan het afdrijven ben. Mm -hmm. uh, A, omdat Game Pass uh, zo goed is. En B, omdat ik gewoon geen zin heb om twee keer te betalen. Oké, okay, <clears throat> um, nou is het natuurlijk wel zo dat om online te kunnen... Op de Xbox heb je ook Xbox Live nodig en dat bestaat niet meer. Eigenlijk willen ze ook gewoon dat je Game Pass neemt. Ja, dus je moet daar ook betalen. Dan moet je moet daar ook betalen. Even kijken, ik heb het gevonden: um, 8,99 euro is uh, de PlayStation Plus Essential per maand. Per maand. Uh, dan heb je uh, PlayStation Plus Extra, dat is dan de tweede optie. Die is uh, 13,99 euro, dat is tier 2 en tier 3. Is dus um, 16,99 euro. 17 euro betaald. Dat is toch veel duurder dan Game Pass? Um, Game Pass is ietsje goedkoper. Alleen. 14,99 euro. Ik... Ja, ja, precies. Maar um, daar heb je dus. Feitelijk is PlayStation. de eerste tier is goedkoper. Ja. Um, en je kunt hier ook een kwartaal of een jaar deal sluiten. En dat kan bij. Xbox nog niet. Wat nu wel net is bekendgemaakt, althans dit weekend, en ik denk dat dat heel slim is, dat er ook een family account komt. Ja, uh, dat is iets uh, wat Nintendo van de PlayStation. Wel, ja, nee, voor Xbox. Oké, okay, ja. Voor Game Pass, dat kan in jouw geval zijn van jij zit te spelen, maar je, je kids willen ook. Daar spelen. word ik helemaal gek van. Exact. Nou, die kunnen nu hun eigen, dat Netflix ook heeft. Dan kun je gewoon zeggen: Ik wil, ik je krijgt vijf accounts of je krijgt drie accounts, en die mag je gewoon inzetten. Dus ja. um, dat is denk ik ook weer een reactie op. Um, want daar wil ik het nu eigenlijk even over gaan hebben. Kijk, Sony zegt van, jongens, dit is geen aanval, geen variant van Xbox. We Tuurlijk ook, is het we, dat we, wel. We, we willen, we, nou, dit is hun, 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 hun... hun, hun uh... Hun praatje. Um, we willen ook geen nieuwe gamers trekken. We willen de, de, de bestaande PlayStation Plus leden, die, die werden een beetje gek van ja. Maar ik wil, ik wil geen PlayStation Now. En we willen ze keuze geven. Dus we willen zeg maar dat wat er is: dat willen we herordenen. En aan het eind van de rit hebben dan meer inkomsten. Dat is eigenlijk een beetje. Het verhaal van hun, dus geen aanval uh, op uh, op uh, geen variant. Uh, want zeggen ze van dat is dat is voor ons niet of voor ons. Of ze zeggen het is non sustainable. Wij kunnen dat niet doen op op dag 1 nieuwe games online zetten. Nee, omdat ze natuurlijk een verdienmodel hebben. Exact. Dus en non sustainable. Of, dus ja. gebeurt dat niet. Nee. Wat ik je mee wil geven. Um, ik, ik wil het eerst even gewoon even sec uh, 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 bespreken. Uh, een van de dingen waar veel mensen over vallen is uh, PlayStation 3. Uh, dat je dat dus alleen maar kan streamen. Als je ja. daarvoor kiest, dan moet je dus de duurste varianten betalen. Dus 17 euro om je games te streamen. Dan weet je gewoon kwaliteitsverlies Lekker. Doe het uh, heel eventjes die prijzen man. Ik ja. vind het fucking veel geld. 17 euro in de maand. Dan heb je dus op jaarbasis heb je dus op wat is het meer dan 300. Nee. Ja, wacht even, want 170 je, 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 plus je, je, nog als ik je, trek, dus even 32, even 36, ik ga, 34. Ik ga, ik ga het voor je uitzoeken. Want de jaardeal is dus. 204. Ja, maar je kan hem dus krijgen voor 119,99. De jaardeal. Als je een jaar afsluit, betaal je 199. Dan euro. krijg je bijna 80 euro. Ik uh, krijg 80, 80 euro. Voor het korten. duurste pakket. Ja. Inderdaad, uh, een, okay. een kwartaal is 49,99, dus daar gaan ze ook viermaal, Dat is 40 euro. Nou, ze doen wel. Ze willen je op de lange termijn ja. af hebben. Dus het hele geldidee, je hebt gelijk. Het is wat duurder. Ja, ik, ga, ik, ga ja, ik, voor, ik ga al vooruit lopen. Ik vind het ja. klinkt heel stom. Hè? Ik, ja. ik denk namelijk niet dat dan. Oké, okay, meer oh, 100 euro per jaar kwijt. Ik denk niet dat het, het is niet weggegooid geld of zo. Weet je? Mm -hmm. ik denk, je krijgt er wat voor terug. Ik denk dat het argument om het af te sluiten bij Game Pass beter is. Omdat je nieuwe games hebt. Uh, want waar ga je geld uh, op bezuinigen? Dat is het kopen van nieuwe games. Natuurlijk. Ja. Dus als jij niet meer Halo hoeft te kopen en Forza 5, omdat het gewoon standaard in Game Pass zit, nou dat scheelt je direct 120 euro. En als je ja. Game Pass hebt, je, heb je er al uit. En Sony heeft dat denk ik niet. Weet je? Die ga, ik weet niet welke 400 games ze daar in godsnaam online gaan nou, zetten. Maar... Dat, 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 dat is ook een ding. Hè? Ik bedoel, er staat niet bij welke ze. Het is hun keuze. Ja. Nou, is dat bij Game Pass ook zo? En ik denk uiteindelijk. Ik, ik had een heel mooi verhaaltje hoofd... Maar ik denk uiteindelijk dat we toch even terug moeten komen. Kijk, heel veel PlayStation, fans en, en, en media zie ik ook schrijven: Jongens, we mogen het niet vergelijken met Game Pass. Het is geen Game Pass. En dan denk ik. Maar zo werkt het niet. Misschien naar de letter kun je dat zeggen. Maar je hebt ook zoiets van. Tijdsgeest, weet je wel. Op een gegeven moment ben je gewend. Ik, 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 mijn. Het was een verkeerde vergelijking tussen de videotheek en Netflix. Weet je wel, we zijn nu in een tijd dat je Game Pass hebt, waarbij je feitelijk hetzelfde krijgt als PlayStation, plus allerlei nieuwe games, en dat maakt perceptie gewoon heel anders. Ik bedoel, feitelijk betaal je hetzelfde, mm -hmm. maar. Als ik kijk naar die PlayStation 4-games, dan denk ik van ja, ik heb maar beide consoles. Heb ik nog een echte fan? Heeft ze consoles nog? Ik heb bijna alle top-games. Heb ik gewoon thuis, dus ik kan hem er gewoon zo in stoppen. Mm -hmm. um, die nieuwe games maken dat, dat ik die 14 euro anders bekijk dan 14 euro voor 700 oude games. Ja, absoluut. En, en, en dan kan Sony wel zeggen, het is geen variant. Het is een andere tijdsgeest. Dus je gaat. Je, en ik vind het logisch dat je het dan toch wel vergelijkt. Het is namelijk een subscription model. En daar betaal je voor. En een Xbox bezitter kan zeggen. "Hé, hey, ik betaal het ook, maar ik krijg ook nog eens alle nieuwe games erbij. Ja, dan zeggen mensen: ja, kijken ze even naar de kwaliteit. Daar gaat het even niet om. Het gaat erom uh, dat je dat gevoel krijgt. En dat is ook wat je ziet bij mensen, die heel zeggen: Jezus, wat een hoop geld. Of, uh... maar, maar weet je wat ik ook raar vind. Ja. Sony was de eerste met PlayStation Plus die dat. Wisten te opzellen door je games cadeau te doen bij PlayStation Plus. Ja. En dan was het weer een ding van elke maand van oh, wat zouden we deze week bij PlayStation ja. Plus? Nou, die games waren in het begin was dat super vet. Hè? En toen werd het steeds en kutter en ja. kutter en <laughs> kutter. En dan was het echt soort van. Nou, de meest gore rotzooi, kreeg je dan nog een keertje voorgeschoten. Het elke maand, toen ja. was het dood. En uh, Microsoft heeft het, heeft het goed gedaan. Voor zover. Als het gaat, gaat het goed. Weet je. Ik bedoel, ze hebben niet. je krijgt geen rommel games. Er zit wel echt kwaliteit tussen. Uh -huh. En dan moet Sony moet weer opnieuw dat wiel uitvinden. Terwijl ze hebben al een keer laten zien dat ze uh, um, hun incentive alleen maar is om je zo goedkoop mogelijk rommel te verkopen en niet om je kwaliteit te geven. En daar zit mijn grote probleem. Tot nu toe, Microsoft heeft dat vertrouwen nog niet beschaamd door mijn um, rommel uh, in de maag te splitsen bij Game Pass. Uh -huh. Misschien gebeurt dat nog, maar vooralsnog is het niet gebeurd. Sony heeft dat. Vertrouwen vertrouwen al wel een keer beschaamd door PlayStation Plus uh, terug te brengen tot een rommel uh, ja, nou, dit, ja, Xbox deed het op een gegeven moment ook wel, maar is op een gegeven moment overgestapt naar de Game Pass. En dan kun je nog steeds zeggen, er zitten games tussen die je niet wil uh, spelen. We hebben er al een paar gereviewd, maar aan de andere kant, het, het is gratis, weet je. Het, zit, het, het, ja, het, het is, is dus niet gratis. Het, nee, maar het, het is wel... die perceptie van, ja oké, okay, er zit af en toe een slechte game, maar ik krijg ook heel veel goede games Ja, maar je nieuw. krijgt in ieder geval Microsoft's triple, of, 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 of first party triple A games. Exact. En die Play bij zit er ook bij. Uh, dat heeft Sony nog niet. Dus dat is ook alweer een, een, een behoorlijke ja. uh, slok op de bol. Um, ik heb ook een overzichtje, iemand heeft het gemaakt, volgens mij was dat IGN, die heeft dan even gewoon die drie naast elkaar gezegd, die, die Tears en dan kun je een beetje zien de prijzen, uh, dan zie je inderdaad dat 9,99 en uh, nou ja, inderdaad, Xbox Game Pass is inderdaad 9,99 euro of 14,99 als je Ultimate neemt. Nou, Ultimate ja. is wel de beste deal, maar goed, ja. het, het, het kan. Uh, ja, dan ja, nogmaals, je mag het niet vergelijken, maar je vergelijkt het wel omdat het normaal is. En Nintendo, ja, die is dan echt het goedkoopst met 399. Ja, oké, okay, maar het is een totaal andere. Uh, het is een hele andere business. Ja. Nou, inderdaad, price per year. Nou, dat hebben ze nog niet. Nou, reken maar dat Xbox Game Pass daar binnenkort ook mee gaat komen. Uh, Family plan. Daar uh, nou, hebben ze dus nu wel. Die heeft uh, Sony ook nog niet uh, additional perks monthly downloadable games um, nou dan dan heeft Xbox access to Xbox Live Gold xCloud, free games all ultimate only uh, EA Play ultimate and PC nou daar hebben ze dus meer um, nou ja, goed Nintendo laten we daar niet te veel naar kijken, want dat is een beetje raar. Uh, Access to older games, uh, ja. En bij, bij, bij de Xbox ook, ja. Alhoewel daar wel al vanaf het begin af aan een idee achter zat, dat alles gewoon moet speelbaar blijven. Uh, game trials, yes. en um, Bij Xbox ook, maar ook voor EA. Uh, exclusive discounts, allebei wel. En cloud saves. Um, en hier bij cloud saves, Xbox is dus gratis. En Sony, zit, moet je er dus feitelijk voor betalen binnen wat, je... Wat is ja. die Switch Online Expansion Pack? Even kijken, waar zit, waar, waar zit jij? Ik zit bij Switch te kijken en dan heb je Switch Online en je hebt Switch Online Expansion Pack. Ja, Geef dan prijzen. krijg je er gewoon meer content bij. Oké. Okay. Ja. Mm. Kijk, Nintendo loopt hierin achter. Die is nog een beetje gewoon, alsof als het in het pierenbadje staat. Even een beetje voelen hoe, hoe lauw het water is en dan misschien gaan ze het uitvoeren. Ja. Kijk, nit, kijk het, het ding wat ik heb bij Sony is... Um, Xbox is helemaal op het subscription model. Die zet er alles op in. Alles ja. gaat daar naartoe. En, en Nintendo is eigenlijk... alles gaat op fysieke verkoop. Of downloadable. Maakt niet uit. Volle games, betaal je ja. gewoon dat voor. En ze doen hier ook wel wat bij. Het is meer fanservice, wat kleine dingetjes hier en daar. Maar het is zeker geen vervang. En Sony, ik heb het gevoel... Uh, ja, ze moeten dit doen... omdat ze gewoon... Die geldproblemen hebben doordat die PlayStation 5 niet doorverkoopt. Weet je? Als ze weet niet moeten ze... funding halen. Maar ze, ik weet niet of ze geldproblemen hebben, maar ik denk dat ze uh, uh, er ontstaat een soort filevorming voor die titels die uit moeten komen, die niet uit kunnen komen. Nee. in de, die visieuze cirkel waar we het over hadden. Weet je? Dat die, omdat die PlayStation 5 niet verkocht worden, worden die nieuwe games niet uitgebracht, want er zijn niet genoeg PlayStation 5. Nou goed, enzovoort, enzovoort. En dat houdt elkaar in stand, dus ze komen daar niet uit. Maar um, waar Microsoft. Uh, gezegd heeft van oké okay, of waar Xbox gezegd heeft we gaan uh, om dat probleem oplossen gaan we ze op de hele familie inclusief pc richten ja. um, dus je kunt met ook met een xbox one x bijvoorbeeld kun je um, ja prima van alles en nog wat spelen mm -hmm. op je pc ook en xbox, als je dan een xbox series x hebt nou dan heb je beste console ervaring whatever ja bij playstation ik weet niet of het op die manier werkt weet je als je dat op die als je laat ik zo zeggen ik zou bereid zijn om um, PlayStation Plus af te sluiten, zelfs de duurste variant. Mm -hmm als ik daarmee toegang kreeg tot uh, uh, alle Sony first-party titels op mijn PlayStation 4, wetende dat ik het straks op de PlayStation 5 ook kan spelen. Mm -hmm. En nu heb ik zoiets van ja, ik weet niet of dat werkt, weet je. Ik wil misschien Horizon, de nieuwe Horizon spelen. Ja. Uh, maar goed, die is er misschien niet voor de PlayStation uh, 4 uh, Pro uh, binnen dat uh, uh, pakket. Of ik weet er zeker dat dat er niet gratis bij is. Dus dan moet je dat mm -hmm. nog kopen. Ik ga die game niet kopen, want ik wil eigenlijk een PlayStation 5. En dan wil ik het. Ga ik, wil ik versie spelen en ik ze zijn zo onduidelijk geweest. Ik weet niet of dat automatisch naar elkaar over. Terwijl bij Game Pass het is gewoon duidelijk. Je koopt die game en hij werkt op al je consoles. En als je nog niet een Series X hebt en je koopt in de toekomst een Series X, heb je je games daarop. Maar bij PlayStation is dat allemaal onduidelijk en vaag. Er is er een hoop onduidelijk. Ik vind ook altijd dat 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 Jim Ryan of iemand anders moet altijd een heleboel vertellen. Nu is er weer heleboel goed over de PlayStation 3 en nu schijnen ze dan toch ook nog te werken aan een emulatie, een emulator die dan zou weet je het is niet. De, ik heb het hele tijd het een beetje hapsnap is. Dat het niet een soort van visie is waar ze ooit mee zijn begonnen en die naadloos wordt doorgevoerd. Nu is het dit. Um, het is een rehash van wat al was. Ja. Weet je wel, dat vind ik nooit zo sterk. En um, wat hij ook zegt, Jim Ryan, is van dat hij eigenlijk niet zo gelooft in die subscription model. Um, hij gelooft meer in uh, games as a service. Daar wil hij echt volledig op in gaan zetten, want daar valt meer geld te verdienen. Dat, dat, is, dat is commercial viable, zegt hij. Ja. Dan denk ik van, kijk, het, natuurlijk is Microsoft ook bezig met geld verdienen. Ik bedoel, kom op, het is een groot bedrijf. Aan de andere kant hebben zij gezegd, die subscription model, dat willen we, omdat het de, het is gewoon het beste voor gamers. Het is de best deal, weet je wel. En ja. we kunnen ook nog eens een keer de meeste gamers ermee bereiken. Iets wat nu toch wel duidelijk wordt... dat gamers die Game Pass spelen, spelen meer games. Ze kopen ook nog steeds games, et cetera, et cetera. Terwijl Jim Ryan dus eigenlijk alleen maar kijkt van... Where's the money? Ja. Ik weet het niet, man. Ik, het, 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 het voelt zo... Nee, het voelt gekunsteld. En ja, een en, gekunsteld, ja. en waar wij in het begin uh, uh, sceptisch waren over Game Pass. Daar heeft het businessmodel van Game Pass... zo goed en zo kwaad als het kan, zich nu uh, soort van bewezen. Ik weet niet of het op de lange termijn houdbaar is. Maar het exact. lijkt nu uh, te werken. Ja. Um, ik denk dat Sony niet de tot dezelfde conclusies komen. Van, ja, als je al die mensen. Uh, die, 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 die games cadeau gaat doen, die gaan hmm. niet meer kopen. Dus dat is een gigantische uh, uh, ja. uh, mes in, in hun inkomsten. Zeker. Nou, ook ik... omdat ze zijn echt afhankelijk van consoleverkoop. Dus, dus ja, de, de, die combinatie van first party. Je kan het alleen kopen op Day One. Uh, of in een disc of in de shop. Uh, maar dan wel voor 70 of 80 euro inmiddels. Die prijs gaat ook steeds verder omhoog. Ja. Als ze dat loslaten, dan stort het als een kaartenhuis. Wat, wat ik ook niet slim vind als je dit doet. Als je weet dat dit. Uh, want dat weten ze. Ze weten dat de ontvangst was lauw. Weet je wel, mensen, ja. ik heb een polletje gedaan op mijn eigen uh, Twitter-account. En dat was geloof ik. 40% die vond het, uh, het oké okay ish en dan 30% vond het een cash grab en 19% die zeiden van tof. Maar als je nu Playstation Plus hebt, dus je, je, dit is er nog Maar niet. waarom niet goedkoper? Waarom niet proberen dan onder de prijs te zitten om, om te zeggen van hé, hey, maar goed, het is bij ons goedkoper dan bij Xbox, weet je. Dan, dan, dan maak je een marketing push. Doen ze niet, het is zelfs duurder. Ja, en je krijgt er minder voor. En ik. zeggen ze ook nog een keer, we mikken op de fans die we al hebben, die waarschijnlijk al die games al hebben. Ja, nee, dat klopt niet. En waarschijnlijk ook al betalen voor online voor PlayStation Plus, omdat ze ja, toegang ja, dan... willen krijgen tot online gameplay. Heel veel mensen vroegen of mag ik nu gewoon Uw. mijn, mijn, mijn PlayStation? Mijn abonnementen zo houden? Ja, dat was ook niet echt een eenduidig antwoord op, in principe. Want het wordt wel duurder ten opzichte van het abonnement wat er nu is. Want volgens mij was dat 50 uh, euro nou, per jaar. Uh, dat, dat is het de huidige PlayStation Plus. Ik weet niet wat PlayStation Plus nu. Kost, maar volgens mij komt het wel op dezelfde bedragen een beetje okay. neer. Um... Kijk, ze zijn eerlijk geweest over de communicatie. Alleen ik vind het gewoon niet. Ik had namelijk ook verwacht dat ze dat zouden inpakken met wat, uh, wat grote game-aankondigingen. Zodat dat ene nieuws een beetje ondersneelt. Ja. Dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben ook niet een ding ervan gemaakt. Het werd op een gegeven moment om vier uur gewoon de wereld ingesmeten. Vind ik vaak ook wel een beetje een teken dat ze weten. Van oké, okay, ja. dit gaat niet echt traction krijgen. Mm -hmm. um, ik hoor Herman er niet over. Uh, het, wo het wordt gelanceerd. Uh, ja, Herman moet wel even doorkomen. Nou. Ja, maar even uh, op een podium gaan staan en even vertellen wat er allemaal aan de hand is. Ja, dan, dan, ja, de ene is dan heeft dan. een tweet van Greg Value for money en dan denk ik van ja, ik bedoel, kijk als je het heel sec bekijkt, het zijn natuurlijk gewoon een paar honderd waanzinnige games. Maar als ik die nee, allemaal al, al heb, een paar honderd waanzinnige games, het nou, zijn, okay. het zijn tien waanzinnige games en het is een, het is een overgrote deel is het gewoon rommel. Ja, nee, dus ja, en dan weer opeens weer een post van ja, alle third-party purposes zijn aan boord. Ja, met wat dan? Ja, dat weten we niet. <laughs> ja, ik weet nee, het, het, is, man. Het, het, het is vaag, het is niet sterk. Het is niet, nou, en eerlijk gezegd, kijk, we, ik denk dat jij er een beetje hetzelfde is dat, maar je weet gewoon van. Ze gaan dit. Dit gaat de toekomst worden. Ze gaan dit bombarderen tot waar we heen gaan met videogames, die subscription services. Ja. En je krijgt een soort strijd om die platformen. En het, hoe sceptisch ik ook over Xbox was in het begin. Uh, het feit dat je. Uh, Game Pass uh, als je ultimate hebt, vaak mm -hmm. kan het maar gewoon ook... Gewoon hop, op PC, op Xbox, overal waar ik uh, inlog kan ik kijken van hé, hey, zijn er nieuwe games. Oh, wow, dit staat nu op. Weet je, ik heb tot nu toe alleen maar positieve ervaringen met Game Pass. Ja, en ik, ik weet je, ik heb nog nooit uh, overwogen om uh, die nintendo service af te sluiten. Nee. De playstation service had ik, um, ben ik eigenlijk gestopt omdat Game Pass er goed bevalt en ik kan toch niet op twee consoles tegelijkertijd spelen. En er komt geen content uit voor, uh, voor PlayStation die ik echt per se wil spelen. Ik heb ook nog een PlayStation 5, uh -huh. dus weet je, PlayStation heeft gewoon op dit ogenblik gewoon wind tegen. Ja, en ik zie ze niet. Echt, moves maken om nee. dat op te lossen. En dat is ook wat. Ik, ik weet niet meer wie dat zei. Een uh, website of een analist, Amerikaanse uh, website, die, die als een van de weinigen zegt van uh, ze mogen het leuk vinden of niet leuk vinden. Het mag terecht zijn of niet terecht, maar Xbox Game Pass heeft dit bericht, deze rebuild. Uh, zet het in een ander daglicht. Om Dat, dat is nou eenmaal zo. Ik bedoel, ik. Ja. Um, dit was een aantal jaar geleden, was dit vet. En ja. inmiddels zijn we verder. Het is net als ja, wat ik al zeg van, ik, ik, ik moet even nadenken. Ik kon niet echt een goede metafoor met Netflix. Maar als het niet meer subscription is, hm. geen enkele dienst kun je niet meer laden met entertainment. Het kan niet meer. Het moet, het, het moet zo zijn. En wat je nu ziet is dan die race to the bottom. Dat, dat steeds goedkoper Dat HBO zegt, als je nu het abonnement afsluit, dan is je prijs voor altijd gegarandeerd. <laughs> dat, nee, maar dat zijn van die dingen. Dat, is nu, dat, dat zie je altijd. Dat zijn ze zelfs niet hoor. Nee, maar het is tot 31 april. Nee, je krijgt voor altijd 50% korting op de officiële prijs. Oh, oké. Okay. Maar nou, die goed, prijs ben kan ik er dat, Precies. Uh... Nou, anyway, uh, maar dat zie je dus. Van, van, er is nog maar één manier om entertainment aan te bieden. Ja. En dat is uh, online, op televisie, op, op je scherm. Dat is subscription model. Je kan niet meer. Dat er zullen altijd mensen zijn die zeggen: weet ik velde. er komt een nieuwe Soprano-serie uh, toch weer uit. Ik, ik, moet hem hebben. Weet ja. je wel? Of, nee, inbox, en dat, en, dat heb je. En maar het dat, dat heb die je bij games dus ook bijten gewoon inderdaad met die met die 60 euro neerleggen voor een nieuwe game. Exact. En bij Microsoft euro. Ja. 80 euro net. Ja, want dat is PlayStation ook nog eens een keer zijn die games. Ja bedoel ik. Maar dat is denk ik het pijnlijke aan dit verhaal. Sony wil zijn, uh, zijn taart hebben en hem nog opeten ook. Maar Weet je ik het. denk anders is er geen taart meer. Nou ja, dat, ik betwijfel dat. Want Microsoft laat zien dat, ze, uh, dat je wel degelijk kunt overstappen op een subscription model. Um, ik denk en, dat ze het wel funden. Ze ja, zijn ook sustainable. Hè? Dus ja. zij kunnen het zeg maar de marges, verliesmarge. hoe dat werkt net als met... Dat, dat ze dat kunnen hanteren. Ik denk dat, dat Jim Ryan daar wel gelijk heeft. Op het moment als die games die zij maken, die, die, dat, dat kost honderden miljoenen. Ja. Als ze dat gratis weggeven, dat dat, dat gaat niet lukken. Nee. Uh, maar dan goed, valt het om, uh, ja. ook omdat die PlayStation 5. Dat dat dat, wist, dat 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 is het grote probleem. Ja, maar dus dat daar is ook... dat is het pijnlijke van. Ja. Oké, okay, je moet uh, uh, voor uh, Gran Turismo kopen. En vervolgens nog eens een keertje een subscription afsluiten. Om te... ja. Dus je stel je voor dat je een nieuwe console komt. Dan ben je dus, weet ik veel, 800 euro kwijt nu voor een PlayStation 5. Mm -hmm. Plus nog eens een keertje 80 euro voor Gran Turismo. Ja. Plus nog eens een keertje 110 euro voor, uh, uh, voor die shit. Ja. Misschien wil je nog een extra controle. Weet ik. Je bent gewoon een rug kwijt om Gran Turismo te spelen. Inderdaad. Nou, sorry, maar dat is gewoon dat is, dat is te veel, man. Dat is gewoon te veel. Nou ja, dat, 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 dat is inderdaad een groot probleem. Waar ze op dit moment nog niet een. Passend antwoord op hebben. Ik bedoel, ze hebben het passend antwoord weten ze wel. Alleen ze kunnen het niet doen. En dat is een beetje de, 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 de moeilijke situatie. Die wind tegen waar je het op hebt, waar, waar PlayStation in zit. Eigenlijk hebben ze nog maar één ding waar ze de wind mee mee kunnen krijgen. En dat is gewoon kwalitatief hoogwaardige games. En daarom begrijp ik ook niet in dit tijdperk dat ze met GT7 zo'n rare move hebben gemaakt met die Microsoft Actions. Dat hebben ze nu weer teruggedraaid. maar... Dat is, dat is het vlag. Dat is zeg maar de kurk waar ze op drijven. Is dat ze dus nog gewoon in ieder geval games maken die veel mensen willen kopen? Maar wat is daar mis mee? Want ik, ik vind nou niks. Ik... Dus ze moeten gewoon een Nintendo precies, gaan doen van Ja, ja oké. Okay, het is wat het is. Die Microsoft die gaat, die gaat mainstream. Dat, dat gaan we niet bijhouden. Oké. Okay, wij focussen op de hardcore maar gamer. Dat, maar precies dat. Zij hadden moeten doen wat Nintendo doet. Namelijk gewoon die games in de winkel leggen. En je betaalt er 80 euro voor. En die games zijn goed. Dus dat doen mensen. Ja. En vervolgens hebben ze iets van ja, maar Microsoft doet dat. Dat moeten wij ook. Weet je. Dus en dat hinken op twee gedachten, het spijt me, maar als ja. consument uh, krijg ik daar jeuk van. Ik vertrouw dat voor geen meter. Nee. En ik kan me gewoon voorstellen dat dat ertoe gaat leiden dat het weer een, een deuk is in het blazon van, van PlayStation. Het, uh, het, het zijn lastige tijden inderdaad. Ja. Uh, we gaan het volgen dan. Um, we gaan, waar we het gaan volgen, nou in ieder geval niet op de E3. Ja. Vorige week kwam het bericht dat uh, de offline versie was al. Uh, nee, ja, de offline versie was al um, afgemeld en nu ook geen online versie, um, waarbij ze dus aangaf, ja, maar in 2023, dan komen we keihard terug met een offline en een online versie. Nou, ik heb even een beetje rond zitten mailen en bellen. Um, eigenlijk het feit is gewoon, de industrie zit er niet meer op te wachten, om daar heel veel geld voor te betalen, omdat ze dat eigenlijk ook allemaal, zeker dat online, uh, zelf kunnen doen. De vraag is überhaupt of ze dat offline nog wel helemaal willen, die hele grote stands. Uh, ook Gamescom heeft daar toch wel zijn problemen mee. Um, tijden zijn veranderd, um, en ik denk: mijn gevoel is, dit was dit. Was dat ja, dus twee jaar geleden was de laatste keer. Ja, het is klaar. Nou ja, het, 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 ik, ja, kijk, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het er wordt veel gezegd van dit heeft met corona te maken, en weet ik wat. Corona heeft het er af afgrond in geduwd, maar ik was al op zijn eind. Ja, want de laatste keer toen we op de E3 waren. Toen was al duidelijk dat de beurs zelf, dat hink gewoon van bullshit aan elkaar. Weet je? Mm -hmm. Er was nauwelijks nog een uitgever te vinden. Ja. Wat sterk was op de E3 is gewoon dat in die weken er gewoon heel veel gebeurde in Los Angeles. Um, ja, dat is nu klaar. We horen eigenlijk dezelfde geluiden ook weer rondom de Gamescom: dat ook grote uitgevers daar ook niet meer willen staan. Um, ja, we hebben dat hier in Nederland ook gezien. Ik bedoel, dat is een van de redenen dat we met First, Lock, First Look gestopt zijn. Ja. gewoon omdat de industrie niet meer al hun geld en tijd en energie wil uitgeven aan een zo'n evenement. Nee, ik je, bedoel, je zet gewoon een bed online en je hebt nog beter contact met alle gamers in plaats dat je er maar uh, 300 op een dag kunt uh, telen en de rest moet je teleurgesteld wegsturen. Ja, precies, we hebben gezien dat Sony, uh, wat was het, 10 miljoen plus live kijkers exact. heeft ja. op een of andere uit de, uit de woonkamer van een van die gasten. Daar, ja. Die daar gewoon uh, met zijn webcam uh, even gaat vertellen wat er allemaal uitkomt. Ik bedoel, dan heb je gewoon niet meer dit soort evenementen nodig. Dus wat dat betreft, denk ik, de E3 was wel vervulde nog een andere functie. En dat is dat de mainstream media erop afkwam. Ja. En dat je wel echt alle, weet ik veel, Fox News en weet ik veel wat. Die liepen allemaal rond op de beurs. Mm -hmm. Dus dat was wel interessant op zich. Ja. Um, maar ja, het is, het is klaar. Het... Nou, het, het ding is, uh, het, het, is weer het, het vreemde is dat het, het wordt door de ESA uh, wordt het georganiseerd. En dat is weer een soort van, van, van union, een soort van, 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 van al die uitgevers. Dan zou je toch denken dat... Die, het is een branchevereniging. Ja, yeah, dat die met elkaar... Thuis, ja. Want ja, die ze betalen ook weer de ESA, al die purposes. Maar goed, blijkbaar zitten ze dan ook weer niet zo dik in. Kijk... Het is, een, het is een hele log bedrijf geweest. De E3 is super, super succesvol geweest. Het format, en uh, dat hebben wij met First Look natuurlijk ook meegemaakt: van een format die staat als een huis. Omdat het was de enige mogelijkheid om games te spelen voor een gamer. Was gewoon fysiek aanwezig zijn in de rij staan. Nou, we hebben gloriedaden gehad. En op een gegeven moment zag je dus de beta's kwamen erin, streaming kwam erbij. En steeds meer mensen hadden zoiets van. Oké, okay, maar waarom zou ik in de rij gaan staan? In, in, in de warmte, wat vaak ook nog wat duurder was, als ik het thuis kan spelen. Purpose hadden zoiets van: hé, hey, maar ik kan het ook zo doen? maar veel minder geld, et cetera, et cetera. En er is een punt geweest waarop ze hadden kunnen beslissen... oké, okay, weet je, dat, dat hele megalomanen, grote hallen, dat, dat gaat niet meer doen. Maar uh, we willen dat momentum vasthouden, we gaan een soort van... Hollywood weker van maken, weet je, ja. soort van. En dat heeft uh, Jeff Keely nu helemaal overgenomen met zijn Summer Game Fest een beetje. Uh, mm. Die heeft nog wel die liefde van ja. uh, uh, verschillende publishers, omdat dat veel goedkoper is. En dan kunnen ze toch een leuk momentje bij pakken. Dat heeft de, e dat, de Esa heeft dat helemaal gemist. Op een gegeven moment begonnen ze met van, oh, we gaan ook iets met, met, met influencers doen en mix hier en een beetje daar, maar een beetje halfzacht allemaal. En het, ja, dat gaan ze nooit meer inhalen, omdat andere bedrijven nemen gewoon het terrein in, nou ik kijk Sony Xbox Nintendo um, die hebben ze hebben niet een E3 nodig, ze hebben ook geen ander platform nee. nodig. Ze kunnen hun eigen feestje vieren en wat ze ook doen, er komen mensen op af en de komen kijkers op af. Zeker de de uitgevers die daar net onder zitten van uh, ja, nee, Ubisoft, ja. EA Activision. Uh, ik denk eerlijk gezegd. En die zeker hebben... die daar nog onder zitten. Ja, precies. Nou, de... maar die hebben al die zit op de volgrijp. Weet je, kijk, een ubisoft persconferentie daar kijken misschien nog wel 2 miljoen mensen live. Mm -hmm, ja. Maar niet 10 miljoen. Nee. En als die games niet heel erg goed zijn, of er is niet een game waar iedereen op zit te wachten, die ze daar gaan aantonen, dan kijken er ook geen 2 miljoen mensen. Nee. En dan heb je daaronder, weet ik veel, de Sega's en de Namco's en de weet ik veel wat allemaal. En nou, die hebben het helemaal moeilijk. Mm -hmm. <coughs> en ik denk wat dat betreft. Ik denk dat die industrie in zijn totaliteit wel degelijk zo'n ja. platform nodig heeft. Zeker. En die gaan op zoek naar wat anders. En ja, wat gaat dat zijn? Ik bedoel, misschien wordt het wel uh, de enige beurs, laat ik zo zeggen, waar ik nog positieve verhalen over hoor. Dat is de Tokyo Game Show. Mm -hmm. En dat is omdat die, die Japanse markt zo eigen is. Het is anders dan, dan de rest. Uh, maar de Tokyo Game Show kan een pr prima platform vormen voor persconferenties van derden. Het, het grote probleem met Tokyo ja. is het tijdverschil met Europa en Amerika. Mm -hmm. Kijk, in Amerika heb je nog dat, dat oké, okay, als daar iets gebeurt overdag, dan is het hier 's avonds. Maar in Tokyo ja. uh, is het anders. Want dan is het of, ontzettend vroeg. Uh, of middernacht, het komt niet uit, het ja. werkt niet, het is gewoon een lastige uh, tijdzone. Nou, er is daar wat meer solidariteit. En ik denk wat je nu wel ziet is dat bijvoorbeeld uh, Jeff Keighley, die, hè, zijn Summerfest wordt dan het springplank voor al die midgrote en kleinere en de Ubisofts om daar hun game te doen. Um, Xbox is nu druk bezig. Weet je dat Ubisoft trouwens daar hun games gaat doen? Want die zijn ah ja, dat is dus heel de vraag. Erg... Hè? Van, gaan ze nu zelf nog iets doen? Of zeggen ze gewoon, uh, we doen dat wel, weet ik wel, ergens in juli of in september. En wij zorgen gewoon dat wij, twee... onze twee hele grote games, gewoon in de Xbox Persconferentie, in de Xbox showcase. Want Xbox wordt dan, wordt dan meer een showcase van alles wat er is. Weet je? En dat ja. kan ook third party zijn, want dat zit namelijk op Game Pass. Ik bedoel, Xbox maar dat is niks nieuw. dat hebben ze altijd al gedaan. Nee, maar, dat, maar, maar het, het, het makes, maakt nu veel meer sens. Omdat vroeger moest je console verkopen en je eigen uh, software. Dat ja. probleem heeft PlayStation nog steeds. En nu kun je zeggen, hey, dude, wil jij jouw game op Xbox Game Pass doen? Prima, kom je in mijn show terecht. Waardoor dat meer een soort van breder platform uh, uh, gaat worden. En dat heeft de E3 volledig gemist. Met veel te hoge prijzen, niet vooruitstrevend. Ik uh, bedoel, meerdere grote mensen hebben dat altijd gezegd van jullie zijn te oudbollig, weet je wel. Ik bedoel, en die tijden zijn voorbij, doe wat. Hebben ze niet gedaan. En dan denk ik ook volgend jaar gaat dat ook niet gebeuren. Want ja. wat is jouw platform dan? Ja, Wie? Nou ja, dat, dat, dat is het ding. Ik denk dat uh, Ubisoft, uh, omdat ze zo geïnvesteerd hebben in dat team, weet je, waar uh, ja. Leon, uh, Nederlandse Leon natuurlijk, uh, ja. de, de scepter zwaait. Uh, ik denk dat dat, die gaan nog wel door met de eigen ik evenementen. Hoop um, ik denk dat Activision, nou ja goed, dat is trekt nu naar Microsoft toe. Dat is natuurlijk ook. Een ja, die plant, die, die hebben twee, drie games. Die planten ze dan of bij Sony of bij Microsoft. Sluiten ze een deal? Nee, nee, doen. nee. Want ze zijn natuurlijk overgenomen door Microsoft. Oh, fuck, ja. Ja, ja, ja. Dus is dat? Ja, ja, oké. ja. Testa um, Microsoft. Uh, nou ja, Blizzard hoort natuurlijk bij Microsoft op dat ogenblik. Ja, daar blijft uh, niet zoveel over. Nee, maar, de, maar dat bedoel ik. <laughs> EA. Nee. En die hebben al gezegd, we gaan het niet doen. Want uh, onze games zijn gewoon nog niet klaar. Dus die gaan gewoon ja. uh, uh, naar, uh, naar het voorjaar of na, en naar het herfst. Maar die hebben ook altijd een hele zwakke ja. uh, beurs gehad. Omdat in het voorjaar, ik bedoel, wat is het? De, de nieuwe Madden, de nieuwe FIFA, de nieuwe NHL. Weet ik, ja. Al die standaard crap die En dan kaken, een Battlefield. En een Battlefield of iets anders. Whatever, iets, ja. een shooter. En dat, dat was het dan wel weer, weet je. Dus dat is ook niet zo spannend. Ubisoft is wat dat betreft in ieder geval conceptueel wat spannender. Dat soms nog wel eens met nieuwe titels willen komen. Ja. Um, maar goed, ja, die zie ik nog wel een eigen ding doen. Maar ik denk dat dat het wel was. Ja, nee, dat, ja, nou, je krijgt heel veel kleinere hè, De Future Games en de Indie Show en die Volver en dat soort dingen. Dus mensen gaan allemaal eigen dingen. De vraag is alleen of het nog bij elkaar komt. Of dat het echt. Gewoon ja, nee, dat nee, gaat niet meer. bij elkaar nee, komen, Dus ja, ja dat, dat is weg. En ik denk de ESA gaat hier ook niet meer terugkomen. Nou. Uh, de, 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 en wat de, denk je van de Gamescom? Nou ja, goed, wat ik hoor, uh, nogmaals, en dat is allemaal off the record, is dat de grote bedrijven. Kijk, Gamescom... Je, je, de, een van de redenen waarom wij als First Look op een gegeven moment ook dat het moeilijk werd, je hebt geen onderhandelingspositie meer. Je onderhandelingspositie was van hé, hey, als, als jij een, een beetje een hype wil maken rond jouw game en, en, en die hype maak je door mond mondreclame mond reclame, dan moet je gamers dan laten spelen. Hm. Ja, oké, okay, waar moet je het anders doen? Nu heb je streaming en je hebt gewoon... Oh, elke game heeft tegenwoordig een beta ongeveer, weet ja. je wel? Wat moet je dan als, 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 als beursorganisator zeggen met je fucking ja. 10.000 euro voor 60 vierkante meter? Ja. Bij wijze van spreken, weet je wel. Uh, het hele kantoor wordt al moe als ze van fuck. Dan moet ik het allemaal bemannen in het weekend en dan krijg ik weer. Uh, nee. Ja, nee, nou, dat, dus, dan, dus dan. met de Gamescom ook... komen heeft, dat ook, heeft dat ook last. Nou, ik denk dat het nog wel wat. Dat gaat nog wel, dat ettert nog wel twee, drie jaar door. Exact. Want gewoon... in, in, denk ik, in Duitsland is die. Um... Uh, hoe heet het die markt is die in die ja. markt is het groter ja. en ik denk wat je meer ja maar ook de uh, gewoon stalletjes met shit verkopen dat dat, dat zag je de laatste keer dat we er waren dat was een twee ja. jaar geleden of zo uh, hele gigantisch al helemaal vol met winkeltjes die mensen die die, die Marktkraamhouders die, die reizen heel uh, Europa mm -hmm. door naar Comic Cons en dan weet ik wat allemaal. Het wordt gewoon een soort kom. Maar daar geloof ik wel in. Ja. Daar ik bedoel, de Comic Cons en, en, en de Paxen, daar geloof ik nog in. En maar ik vind het ook wel leuk op maar die dan, maar, te precies, Maar dat is, dat is low profile, dat is gewoon een beetje rommelig. En dan kom je ook met een ander verwachtingsprobleem binnen. Dan kom je om te socializen, met elkaar een beetje een leuke dag te hebben, wat te eten en wat dingen te kopen, ja. klaar. Maar grote megalomane stands, uh, waar je voor het eerst een game kan spelen, dat ja. is er niet. En waarom zou je in een hemelsnaam dan als brand daar gaan staan? Als je dat niet meer doet? PlayStation sjaaltjes verkopen? Ja boeien. Dat geef je gewoon aan de distributeur. En heb krijgen ja maar lekker met je steentje staan. weet je. Precies. Dus uh, ik denk ook niet meer dat, misschien dat je nog een E3 krijgt met wat middelgrote developers, maar dan is het Amerika-based, dan gaan wij daar niet meer voor. Naar nee, nee maar, maar omdat Amerika, of uh, E3 was nooit consumer-based. Daardoor, nee. daardoor heb je niet die stalletjes. Nee. Dus dat is allemaal door PAX en zo overgenomen. De, ja. weet je PAX East, PAX West, PAX South, weet ik veel hoe <laughs> ze allemaal heten, dat, dat heb je allemaal. Ik denk dat Gamescom gaat dat doen. En ik ja. denk dat qua videogame, Um, ja, Tokyo Game Show misschien nog? Wat er uit Azië komt. Dat, dat kan nog wel eventjes doorgaan. Hoop ik, tenminste. hoor. ik bedoel. Ja, het is ook een beetje de. Nou is, ja, de, de charme van Japan is gewoon waanzinnig. Dus als het wat minder is. Kijk, de verwachtingspatroon. Je wil waarmaken wat het is in E3. En, en Tokyo Games gaat ook wel een beetje achter. Ik kan maar het moeilijk loslaten het nee, idee dat, 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 ja. dat die evenementen er nooit meer zijn. Dat, al dat, al dat, dat is uh, super kut, inderdaad. Ja. Ja. Um, gaan we even naar uh, uh, Tiny Tina's Wonderland. Um, ja. De game is uit. Ik speel het nog steeds. Um, er is wel een probleem aan de hand. En dat heeft te maken niet alleen met toch wel een veel fout van bugs die er nog een beetje in zitten. Maar er zitten nu wat exploit modes in. Oh. Um, en ja, Touquet treedt er tot nu toe nog niet echt tegen op, terwijl dat het spel wel een beetje verneukt. Um, is een voorbeeld? Ik ga een voorbeeld geven. Um, er, is, um, ja, er zijn er gewoon mods uh, die, die, die gemaakt is. Die kun je nu op eBay kopen. Daar hebben wij wat, uh, wat voorbeelden van. Hier staan ze allemaal. En daar kun je gewoon in één keer gewoon de, de, ja, de, de vetste wapens mee krijgen. Kijk, mijn, Dan mijn is de game klaar, toch? En gelijk niet leuk. Nou ja, maar maar. mijn eerste de reactie is ook altijd van: oké, okay, we kunnen nu Touquet. Wel zeggen van belachelijk dat dit kan, want het kan ook via hun shift kanaal en het kan in de Het is dus te makkelijk om te doen. Dat, dat is inderdaad hun taak om dat niet mogelijk te maken. Aan de andere kant, waarom zou je dit willen? Ja, nee, dat snap ik ook niet. Want de, dus, de hele game is het verzamelen van wapens, steeds ja, wapens en steeds betere wapens. En toch, toch irriteren mensen zich er mateloos aan. Ja, ik heb daar wat minder last van. Um, maar goed, laten we het even hebben over. Um, Kijk, dat ga je wel krijgen met die service games. Al dit soort games waarin je steeds nieuwe content krijgt. Is het wel belangrijk dat die balans goed blijft? Als die balans niet meer goed is, dan is het klaar. Want oké, okay, jij vindt het wel leuk om daar rond te lopen. Hm. Uh, maar er zijn andere gasten die hebben dan. Uh, bekend is nu de. En dan moet ik even kijken hoor. Uh, er is een bepaalde gun. De, uh, de Buffmeister. Die is niet zo sterk. Maar door een glitch is die monsterlijk sterk. Okay. Um, dus als je die gebruikt dan. Ben je klaar, weet je? Dus dan, dan is het spel ook niet meer leuk. Ondanks dat jij het leuk wil vinden en niet meedoet, is het door iemand anders niet lijkt leuk. Maar me heel kut. Ik, ik speel de game ook nog steeds en ik vind het, het levelen ervan, als dat weg is, in, dan is het gewoon. Ja, niet nee, leuk, precies. Ja. En wat ik zeg van, ik, ik speel hem dan ook gewoon wel in mijn eentje. Uh, jij hebt het met ja. dus Warzone ook. Bijvoorbeeld als cheaters uh, op een gegeven moment het spel niet meer leuk maken omdat je geen winnetje kan pakken. Het leuke van Warzone is, je weet ook wel, ik ga niet elke keer winnen, maar dan één keer in de zoveel tijd een winnetje ja. pooh, weet je. Als dat niet meer kan omdat iedereen aan het cheaten is. Het is wel de taak van de purpose om dat bij te houden. En dat zie je toch vaak een beetje misgaan. Dat dat niet helemaal lukt. Hebben ze er misschien de budgetten niet voor of zo. Ja, ik vind het uh, gevaarlijk. En dat is ook het gevaar van service games. Um, dan zul je dit er ook bij moeten nemen. Dan zul je dit onderhoud moet nog beter gaan. Dan, um, ja, deze vond ik leuk. Um, ik wist dat niet. Um, Twitch heeft een, had een nieuw systeem. Dat heet Boost This Stream. Dan kan je dus betalen als, als influencer... Om jezelf omhoog te krijgen. Um, zit er zit iemand aan de microfoon. Ja, knabbelen. dat is Amurant weer. Um, oh, ja. Wat er dus nu gebeurt, is dat op een gegeven moment al die, dit soort uh, knabbeldames, uh, maar ook uh, porn sites, uh, hebben daar gebruik van gemaakt door te betalen. En op een gegeven moment stond er gewoon heel Twitch. Vol met alleen maar uh, porn sites. Uh, ja goed, hij gaat, gaat wat verder scrollen. Dit is trouwens, uh, ik heb het ergens vandaan, moet ik wel even netjes zeggen. Deze man heet Dali Bourdain. Um, en, en op een gegeven moment stond het alleen maar vol. Terwijl je nooit naar deze dingen zat te kijken, was dat jouw main page. Ja. Um, nou het doet, maakt me geen reet uit dat deze mevrouw dat doet. Dat moet ze vooral zelf willen. Alleen ik vind dit weer zo leuk. Die, we hebben het laatst over gehad bij Twitch. Uh, dat daar een hele nieuwe peloton mensen, is er aan de macht gekomen, een beetje bepaal het en opeens was, was niet meer van wat is goed voor de streamers, nee, hoe kunnen we zoveel mogelijk geld verdienen. Ja. En ik heb altijd zoveel moeite uh, met, met um, je bereik kopen en dit is feitelijk gewoon streamers die gaan betalen om bovenaan te komen. Het is fucking nep, weet je. En het ja, gebeurt al honderdduizend jaar en het is gewoon fucking nep. Maar het verneukt altijd je platform. Ja ja nee en, ik, ik, ik het is wat, nu weer offline gehaald omdat ze, ze kregen het niet weg nee nee nou, alleen maar porno en ja. dat soort shit ja, nou ja ik, ik, wat dat betreft Twitch doet uh, D iets zo ontzettend goed en sinds die overname van Amazon is dat niet beter geworden en wat je de hele tijd ziet is dat, dat YouTube is aan het inhalen. Ja. En ja, waarom? Mensen zitten toch al op YouTube, dus is het makkelijk. Want als je op YouTube zit, is het al die content daar. Um, ik, als ik Twitch was, zou ik me zorgen beginnen te maken. Ja. Omdat uh, ja, ja, er is, het zijn ontzettend veel mensen zijn weggaan, dat ze zich zorgen maakten en dat werd niet gehoord. Ja. Nou, het is bizar. De spreadsheet management uh, regeert daar en dan, dan houdt het gewoon op. Nou, Ik vind het gewoon opvallend. Iedere ja. keer als ik zoiets opschor, dat ik inderdaad een of andere oorzabel ja. daar uh, zie met de titels die ze zwaaien. En dan krijg ik echt zoiets van: ja, het is leuk en aardig, maar mijn kinderen zitten ook op die shit, weet je, donder op met je titels. Nee. Um, nee, dit is gewoon niet oké. Okay. Nee, het, het is bizar. En ook niet dat ze dit niet voorzien. Ja dat weet je dat dat gaat gebeuren, maar goed, dat hebben ze niet gedaan. Het is nu weer offline gehaald en uh, ja, ja, streams lag zich helemaal kapot. Dan even tot kort. Uh, er is een probleem voor uh, probleem. Wij spreken liever van uitdaging. Er is een uitdaging nu voor de merge tussen Xbox en Activision Blizzard, want uh, drie. Uh, Senators uh, uit Amerika te weten, uh, Elizabeth Warren, Bernie Sanders en Sheldon Whitehouse, die zitten behoorlijk aan het linker spectrum van de democratenkant, mm. die, um, die willen dat um, Lena Kane, en dat is de Federal Trade Commission chairwoman, die moet nog eens een keer gaan kijken naar deze deal, omdat beide bedrijven een toxic uh, work environment hebben. Want nu bij Microsoft is het nu ook, uh, er zijn nu ook al drie studio's daar, Waar dingen ook, hè, mensen al met crunch en weet ik allemaal wat. Ja. En ze zeggen van ja, nu twee hele grote bedrijven met een slechte werkvloer, die gaan bij elkaar. En dan krijg je één groot bedrijf met een slechte werkvloer. Um, dat moeten we niet willen. Um, ja, denk je dat dit een probleem is? Kan zijn. Nou, ik vind het probleem zit er met name in dat uh, mensen die bij de overheid werken het idee hebben dat ze zich moeten gaan bemoeien met dit soort shit. Ja. Het is niet te managen. Dat nee. je de bedrijfscultuur kun je niet van bovenaf opleggen. Je moet hem van onderaf, bottom up, moet je hem verbeteren. Dus mm -hmm. iedereen die bij Bethesda, Microsoft, uh, Activision, whatever de fuck waar je werkt, um, uh, die zijn met elkaar verantwoordelijk voor. Ja. dat dit wordt opgelost. Ja, ah, ben ik ook met jij. Want we hebben keer op keer gezien... dat van bovenaf lukt het niet. Het lukt Ubisoft ook niet. Weet je, nee. die kunnen twee managers eruit gooien. Maar Yves Guimaud gaat zichzelf niet ontslaan. Die cultuur gaat niet uit zichzelf veranderen. Nee. Hij verandert wel als het van onderop komt. Dus dat als iedereen een andere mentaliteit heeft. En zegt van luister, we kunnen niet meer op deze manier omgaan... Met, met die werkdruk. Laten we dat op een andere manier proberen in te vullen. Meedenken met hoe dat dan moet. Ja, bottom-up lukt dat wel. Nee. En uh, nou goed, politici, dat, zijn, uh, dat is nog een laag boven het management. Ja, ja ik, ik, ik heb sowieso geen hoge pet op van deze mensen. En dat, um, uh, als, ja, ze gaan zich bemoeien met, met bedrijfscultuur en bedrijfsvoering. Mm -hmm. Nou, dat gaat nooit werken. Nou, het is vooral bij politie vaak scoren voor de eigen parochie... En en, en um, dat gaat dan over de hoofden heen. Van uh, wie weet gaat het niet door hierdoor. En dan in één keer. Kukelt Activision onderuit, waardoor misschien straks heel veel mensen op straat staan. Weet je, ik bedoel, het, het, het is allemaal zo. Um... Nee, dit, dit is een uitnodiging om te gaan lobbyen. Dus dan komt er iemand van Microsoft met de zak geld. En ze moeten een meerderheid bij, hebben. He. Dus zons, wat ik zeg, van ja. De Republikeinen zullen ongetwijfeld anders denken. En een hele hoop Democraten ook. Um, het is wel weer een. Dit, dit laat ook maar weer zien hoe moeilijk het is. Van je sluit eerst een deal en vervolgens moet het langs 17.000 loketten voordat ja. je uiteindelijk kan zeggen: van het is van ons. Um, in ieder geval. Eén ding is zeker: Bobby Cottage, die zit er nog steeds. Die ja. zit nog steeds op zijn plekje. Ja. Volgende week weer een nieuwe piepje.